vandaag een heel speciale video, omdat wij de 200 abonnees hebben bereikt. Gaan we vandaag een Q&A opnemen met onze kleine vriend hier, Brent. Ah ja, wacht. Hey! Nee, kleine vriend Brent. En natuurlijk Raya erbij. Kleine Raya. Dus we hebben dus via Instagram een poll geplaatst waar jullie vragen konden stellen. Brent blijft in beeld. Amai, het is nu al koud. Dus we hebben via Instagram een poll geplaatst waar jullie vragen konden stellen aan ons. Brent, pak maar de eerste vraag. Wanneer klopt Sayak zomervakantie? En wie vraagt dat? Jonas Das vraagt dus, wanneer komt er een nieuwe Plopsaljacht-video? Dat weet ik eigenlijk zelf. Waarschijnlijk in de zomervakantie. Mag ik iets zeggen over Plopsaljacht? Ja. Ik vind dat stom. Sorry. Ja, wij zijn waarschijnlijk de enigste. Mijn mama haalt views. Ja, we hadden views. Ja, sorry. Ja. Het zijn allemaal views. Maar we zijn bezig met een nieuw project. Ja, daar komt binnenkort meer over. We zullen daar... Misschien zullen we al een Google Drive linkje zetten hier zo in de beschrijving. En dan kan je meedoen. Ja. Maar je moet meerdere dagen vrij zijn. Ja, want het is niet een project dat we op één dag hebben opgenomen. Nee. Ja. Maar iedereen kan het meedoen, dus dat is wel iets leuks. Ja. De volgende! Weet je iets over de toekomstige nieuwe achtbaan van Plopsa? Wij weten daar iets over, maar we mogen het niet zeggen. Voilà. Dus ja. Doei! Volgende vraag, Brent. Hoe begon je passie voor het pretparken? Maar hij zegt dan, dat is niet eerlijk. Ik had dat niet gezegd. Maar zeg maar iets. Ja, wel. Ja, we zitten met drie. Elkom de beurt. Ja, dat is een goed idee. Mijn passie kwam door... door Vincent erbij. Want we hebben eerst pannencoaster en dan heb ik Vincent bij de kijken. En dan zijn we in het appartement in de pannen en dan Plopsa en dan boven en dan... Bij mij is... Snappen jullie het? Laat het in de comments weten. Ja, weet je, ik ga nu even zwijgen. Schat, nu staan nu. Doei, maar ik deed dat eigenlijk niet. Maar ze heeft zo meer passie gekregen. Maar hij deed dat wel graag en dan heb ik het nog meer. Ja, ik deed al graag en ik was er een beetje Walibi van, want ik had een Walibi abonnement en ik ging zo veel. En ik was fan van achtbanen, maar dat is eigenlijk redelijk laat gegroeid. Want eerst had ik totaal niet van achtbaren. Want ik durfde nooit over de kop gaan en pas vanaf mijn weten ging dan over de kop en dacht ik, dit is het. Dit vind ik leuk. Dit wil ik meedoen. En dan ben ik mee naar Walibi gegaan. En dan heb ik me leren kennen en dan is mijn liefde voor Plopsa gegroeid. Nou ja, want wij zijn nog altijd het meest bezochte pretpark van België. Hey! Woehoe! Dus geef me anders een kopstoel. En hoe is het bij jou begonnen? Hoe is het bij mij begonnen? Nee, eigenlijk niet daarvoor al. Ja, bij mij ook wel, maar... Ik was nog voor hem. Maar nee, eigenlijk... Wij hadden al vroeger, maar wij gingen gewoon niet zo vaak naar Plopsa. We gingen wel altijd standaard 2 keer per jaar naar Plopsa. En dan uiteindelijk hadden we een abonnement, maar ik zal bij het begin beginnen. Dus ik, als kleine snotneus, in mijn derde leerjaar, vond het leuk om YouTube te kijken. En ik was, geïnteresseerd, mega random. Ik zit in mijn... uitgelegde video's, dat is dus als je begint met YouTube, dus je opstartpagina, kwam er een video van Extreme Rides op. Dank je schat, helemaal knuffen. Sorry. Dus dan kwam er een uitgelegde video van Ruben van Extreme Rides. Ik heb die trouwens vorige week woensdag ontmoet in Plopsaland, als ik aan het pretpark was. Ja. Heb ik dus die video aangeklikt en dat was een review van Bellewaerde. Ja. Waarom? I don't know, maar dat was een review van Bellewaerde. En ik heb dan letterlijk elke nacht de pc mee naar boven gesmokkeld om Ruben zijn video's te kijken, totdat ik ze beu gekeken was. Ik raakte die beu gekeken en sinds een jaar is mijn passie voor pretpakken en gegroeid. Waarom gooi ik mijn geboorte knuffel bij mij? Wat dat stinkt. Massey. Ja, die stinkt goed. ik wil iets stonen. Terwijl Brent iets aan het zoeken is, wil ik ook nog iets zeggen. Voordat ik Jan leerde kennen, keek ik ook al naar Extreme Rides en naar Ruben. Maar nog niet naar Vincent bijvoorbeeld en naar Kevin en zo van die dingen. En dat heb ik ook van hem geleerd. Ja, omdat ze nu persoonlijk hebben. Ja, ongeveer. Vincent wel meer dan Kevin.
Hallo. Vincent heb ik gewoon één keer gezien. Gewoon gezien? Ik denk niet dat... En die heeft gebabbeld en een knuffel gegeven. Ik ook. Hij is zo sociaal. Ja. En Kevin hebben we gewoon één keer gezien in Nefteling, maar voor de rest hebben we daar niet... Maar dat is zo'n beetje een rare. Maar zo'n beetje... Moeten we dat even zeggen in de video dat dan? Het is een sympathieke, maar een rare. Ja, een beetje raar. Het is een beetje crazy, met we're all crazy. Ja, maar dus ja, wij waren ook echt snotneuzen, want wij hebben nog altijd dit. Brent, wat je juist in je hand had. Kijk, dat. Kijk, dat wacht ik van zo leuk doen. Gelijk jongens, zo schat. Ja, kijk, dit is een ikeetje. Die wij zelf hebben ontworpen. Ja, en dat was omdat wij speelden Roblox en zo. En die pakt dat goed. En dan is hij aan de dom geweest om daar geld aan uit te geven. 15 euro voor 100 van deze. En dan is aan het ikee echt lelijk. Kijk, zie je het? En dan zie je hier zo in het heel klein 1 euro. Zelfs ga. 1 euro. Zelfs ga. 1 euro. We moeten verder houden. Ja, ja, het is gelukt. Ja, eet het? Nee. Oké. Ja. En dan hebben we nog... Dan hebben we nog ons... Trots op dit boekje. Ja. Dit is dus een groot deel van ons leven geworden. Letterlijk. Dat is zelf echt overschat. Klopt dan. Wacht even. Maar joh, wat ga je hier allemaal forceren, man? Kijk, een boekje. En ja, een boekje. En vertel jij daar nu nog maar wat meer over? Op dat boekje. Terwijl dat ik de camera ga. Of we gaan naar de volgende vraag. Ja, wel, Brent, we zijn hier helemaal afgeweken. Maar we gaan dan nog eerst de andere plat gooien. Ja. Dan hebben we nog een mooi boekje van het beste pretpark van België. Hey, heb je dat gelezen op Loopings? Dat ding bijna failliet is? Ah ja. Dit is een boekje. En weet je wat, dat ze het meeste willen dat Plopsa daar een indoorval gaat van maken? Ja, wel, ik zie dat eigenlijk echt nog gebeuren. Kijk, okay. Dat Plopsa doet echt van pak jullie. Dat is een parkplannetje van Comic Station. Nee, het is niet dat je iets op de ene, want Plopsa pak je dat altijd. Even in de comments, vinden jullie dat Comic Station moet verdwijnen en dat daar een Plopsa-hal van gemaakt moet worden? Kijk, ja, dat hebben we. Nee. Jullie zijn daar nog niet geweest. Oh, ik wel. In die hoek. Nee, want je moet rekenen, als je beeld zo ziet, gelijk dat je het nu ziet op de camera, wordt het ook echt zo'n beeld. Oh. Ja. Kijk, dit is het eerste vertrek. Ja, maar dat was niet van een van de vragen. Ik ben daar geweest en dat was echt saai. Ik ben daar ook geweest. Dat was eigenlijk de bedoeling dat daar een video van je komen mag uiteindelijk. Ja. Ik ben daar ook geweest in mijn eentje, hè. Dat was voor school. Dan hebben we nog een Plopsa-boekje. Ja, wie kent uw plot van in? Dat is trouwens plat komt van woord. En dan heb je hier nog een boekje van Efteling van de nu geopende symbolica. Oké, Brent. Ja, en dan kunnen we overgaan naar het volgende. Maar nee, even, dat is nog leuk, want dat wordt ons video lang. Dan hebben we nog een boekje van de Disneyland. Ja, we gingen eigenlijk daar echt gewoon een video van maken. Van die... Ja, maar dat was de kamp, dus dat was een beetje raar. Ja, dat was een beetje raar, omdat zo met mensen die je natuurlijk 3 jaar gekend hebt. Ik wil graag nog eens naar Disney gaan, want het is echt al lang geleden. Ik was 7 jaar. Dus dat is duur. Ik ben nooit in de Space Mountain geweest. In de Hyperspace Mountain, de Rocker Rollercoaster, de Tower of Terror. Nooit geweest. Dan heb je hier nog een boekje van dit jaar. Van november. Maar het is ook gewoon te duur geworden. Disney is echt te duur. Hey, wacht, van wanneer is die? Cars and Coasters afgelopen. Ah, daar zijn we naartoe geweest. Ja, dat was mijn Juna. Ja. Ja, dus en nu gaan we door met dit. Als je afvraagt wie is Juna, dat is het. Die zien jullie binnenkort weer in een vlog. Mensen die Juna kennen, oh, dank u voor de views. De volgende vraag. Dank je aan Juna en Vine voor de views. Favoriete attractie in Popsland? Ik begin. Mijn favoriete attractie is... Weet je wat, we doen gewoon favoriete achtbaan en favoriete attractie. Ah ja, doe maar. Mijn favoriete attractie, kijk eens in de lens, want ik kijk altijd naar boven naar Marcus. Mijn favoriete attractie is... Ga je nog zeggen of wat? Anubis draait qua achtbaan en... Flat Ride? Flat Ride is de... Oké. Schat. Mijn favoriete achtbaan is hij die draait. Waarom ik nu boven Anubis verkies, is omdat hij soepeler is dan Anubis. Ik vind Anubis soms een beetje ruw. En hij die heeft ook veel meer airtime dan Anubis en ik hou van airtime. Ja, en ik vond het flat ride. Oh, dat is moeilijk.
over naar Jarno. Ik ga nog even nadenken. Nee. Maar eerst Jarno en daarna mag ik terug. Maar wacht. Eigenlijk zou je dat moeten weten. Want wat kunt je allemaal rekenen bij Friends? Alles wat niet over de wereld gaat. Gewoon zo rond de attracties. De bloemenmolen. Ja, de bloemenmolen. Het bos van klopt niet mee. Maar dat is geen flat ride. Dat is een track ride. Blijkbaar moet ik nog veel. Allee, dus dat nu? Ja, bij mij is mijn favoriete achtbaan niet verschieten. Ik ga boos worden. Schiet mijn koppen niet af, maar is het Heidi de Waard geworden. Sorry Anouis, maar de lancering is niet meer krachtig genoeg om boven Heidi te komen. Ik wil een nieuwe achtbaan. Ja, de achtbaan van 2022. En jullie, maar weet zijn al of niet? Dat is officieel bekendgemaakt. Doorlooping. Een achtbaan. Ja, een achtbaan. Nee. Wij weten wat het is en jullie lekker niet. We gaan het ook niet vertellen, want we hebben geen zin. Kijk, lekker op loopings. Dan, de volgende vraag. Hé, hey, ik heb mijn favoriete flat ride net gezegd, joh. Ah ja. Ah, oh, Jesus. Nee. Mijn favoriete flat ride. Eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Storm op zee. Dat is eigenlijk wel één nou dat we gedaan hebben, hè. Storm op zee is echt grappig. Vooral als je daar met Niels in zit. Ik heb hem echt helemaal plat geduwd. Dat is gewoon grappig. Ja, maar Eddie gaat altijd goed op bij mij. De favoriete attractie. Ah nee, die hebben we al gehad. Toch? Ah ja. Makker, nee, ik ben er voorbij. Mag er voor jou nog een tweede soort Anubis komen in het park? Ja. 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 Nu nog een reden. Gewoon, maar niet meer langs. Schotland is vooral gericht op kinderen. Ja, dat is een beetje saai. Maar families, we zijn geen kinderpark, we zijn een familiepark. Ik schiet uw hoofd eraf als je zegt dat we een kinderpark zijn. Sorry, we zijn een familiepark. We. Wij zijn een familiepark. Nee. Plotseland te vallen is een familiepark. Maar ik vind dat ze ook wat meer excitement mogen creëren door een nieuwe, grote, super achtbaan te bouwen. En dat zou ook veel meer bezoekers lokken, zoals kinders en zo. Maar nee, ik heb niet graag kinders. Krijgen we meer. Maar voor ons is dat toch ook leuk, hè? We zijn toch ook tieners. Ook leuk. We zijn ook tieners, hè? Vergeet dat niet. Nee, jij bent 19, dus jij bent geen tiener meer. Ja, by the way, wie de quiz heeft gespeeld? Wie dat de quiz heeft gespeeld? Brent is 13, ik ben 17 en Raya is 19. Raya is geen 16, jongens. Ah! Er waren er 3 of 4 die hadden gezegd dat 14 waren. Wat? 14? Mama! Bedankt hoor, bedankt. Zie ik er zo jong uit. Kijk naar haar schat. Kijk naar mij. Ik ga toch weg. De volgende vraag is van... Ah nee, de volgende vraag was trouwens van Irk van Verhozen. Die vraag daarvoor was van Pauline de Straat. En die van daarvoor was van Max BG06. En de vraag van Roofvogel en de Zeer Arend, die kennen jullie wel van de Toverland voor die ene... En van de Efteling, ja, dat is. Die vraagt wanneer gaan we nog eens naar Topsland? Volgende week zondag. Zonder mij, jammer genoeg. Ja. Doei! de volgende vraag is van... Niet van... We moeten een andere pagina opnemen. Je bent er al voorbij, weet het? Dat is alles. Ah, maar ik heb nog een vraag van u. Even knippen. Ja. Op mijn profiel is er ook een vraag gaan komen. Zijn er al meer? Zijn er al meer? Nee, maar eentje. De volgende vraag is van... Dat kunnen we niet zien. Wacht, ik zal eens kijken van wie het is. Ja, wacht. Maar eens. Zeg, stel de ik vraag. Ik zal al ondertussen de vraag stellen. Beste pretpark dat je hebt. Heb gedaan waarbij je ook jullie favoriete attractie van het park. Van Maxime van de. Van de. Le, van de. Le, van de. Van de. Van de Lanoten, denk ik dat is. Maar. Van de Lanoten. En die vraag sorry was als je, ik het verkeerd heb. Ik zal het nog een keer. Ja, van de Lanoten. Ik zal het nog een keer zeggen, beste pretpark dat je hebt gedaan waarbij ook jullie favoriete attractie van het park. Die hebben al beantwoord. En dan nog beste pretpark dat je hebt gedaan. Nee, ah, nee. Ik snap de beste pretpark en welke. Ja. Ik ga beginnen. Fantasialand, Blackmobile. Voilà, daar gaan niet veel mensen mee akkoord zijn, denk ik. Ja, maar de meeste mensen zeggen direct: Fantasialand, daarom! Maar ja, jongens! Maar,
Maar eerlijk gezegd, mijn mama is echt goed. Ik hoop een... Nee, ik was nog niet klaar. Ah, sorry. Waarom? Omdat... ja, omdat Black Mamba vind ik gewoon leuker. Die gaan we verkopen. En ik vind daarom is leuk, is snel. Maar... Dat is mee ook gezegd. Ja, dat is het eigenlijk. Want hij gaat snel, maar die tweede lounge die klinkt luider dan op dit. Ja, hij is echt niet zo krachtig als met de vergrijs. Ofwel ligt het zo gewoon eraan dat hij naar boven wordt. Of wat? Ik kan die foto niet meer zien. Maar laat maar. Maar we weten toch wat de vraag is. Ja? Doei! Favoriete park. Iedereen weet. Oké, favoriete attractiepark. Iedereen weet waarschijnlijk dat ik een IMAX-score liefhebber ben. Als ik dan moet kiezen. Aan Toverland. Ja, ik denk toch Toverland. Meer dan Fantasia. Sorry schat. Toverland ook meer dan Fantasia Bikini. Ja, maar ik vind Toverland een beetje klein. Het is klein? Maar Fantasialand is ook klein. Fantasialand is meer attractie. Ja. Maar ze is wel allemaal op elkaar gebouwd. Ja, het komt zo hard dat ze... Dat is zo, kijk boven u, achtbaan, kijk naast u, achtbaan, kijk naast u. Ja, kijk. Een ding. Sommige mensen vinden dat leuk als alle attracties dicht op elkaar gebouwd zijn. Maar Efteling is dan weer leuker. Ik vind dat persoonlijk leuker dat alle attracties op elkaar gebouwd zijn, bijvoorbeeld Fantasialand, dan de Efteling. In de Efteling moet je veel te lang wachten voor dat herinnering. Dat is echt zo. Het zegt zo, ah, sta maar 20 minuten wachten, kom maar daar naartoe. Zeg het pas binnen een half uur en dan staat 15 minuten. Ja. Dat is wel een fit. Efteling functies als je kunt eraan. Dus mijn favoriete pretpark is ook, zoals Fred, Fantasialand. En ik verkies ook Black Mamba, omdat ik niet daarom ben geweest. Dus ik kan het niet doen. Deze zomer wel, ja. Maar wat ik nog wil zeggen over Fantasialand is, dat de windjas, die vind ik echt super. En ik vond het hier van, oh ja, de maar Janne die was echt dom, hè. Waarom? Ja, want hij zo, oh en de lift, en als je omhoog gaat, dan valt dat stuk terug. Dan valt hij helemaal terug. En ik zei, valt terug. Ja. En dan kwamen we bij het einde, en dan hij zo, oink. En hij zo, kijk, dat was het. Dat is echt zo, daar niet meer. Dat is zo'n stukje baan. Ja. En dat is zo'n klein beetje naar beneden en weer omhoog. Maar dat is echt zo, dat is zo lekker of je zit in een buggy en dan een beetje omlaag. Ja, dat ja, en de Colorado Adventure route, denk ik. De mijn trein achtbaan van Fantasialand. Van Vekoma is eigenlijk nog vrij soepel voor Vekoma. En is ook heel leuk om te doen in lange rit. En ook zo in donker, dus dat is super leuk. Ja, echt... Brent, zijn er nog vragen? Ja, nee. Op de gewone Insta? Nee, ik heb geen vragen. En de waterbanen. Fantasialand zijn ook allemaal super goede banen. Behalve dat ze kletsnat zijn. Ja, dan wel. Riverquest is kletsnat. Ja. Ik spreek van mij. Maar hij moet niet weten, want hij heeft zijn voeten zo mooi gedaan en dan was zijn voeten niet al bij mij, maar ze doorweegt en had gestinkt. Ik heb zo gestinkt. Ruit dan! Rustig joh, rustig. Je dat boekje keer. Ja, boekje. Boekje. Nee, het is niet boekje. Dus... Ik denk dat we stilaan aan het einde komen van de video. Doekje! Hé, hey, je bent wel sterk klaar aan het maken. Kijk nu, we zijn helemaal stuk. Helemaal ontschermd. Kijk, het is bijna leeg. No. Ja, maar we komen ook aan het einde van de video, want de vragen zijn op! Nee, wacht, ik ga even nog kijken, joh. Ah, oké. Ja, dat we nog geen vragen meer hebben gekregen. Nee, nee, nee. Ik ga hem hier zijn. Ik ga zo'n skakka. Lacht niet! Kaka! Nee, dat denk ik niet. Geen vragen meer. Nee! Vonden jullie het leuke video? Deel een like! Blauw duimpje omhoog! Vergeet je belletje! Vergeet niet te abonneren! Vergeet je belletje! En dan zien we jullie bij een volgende video! Topje! Dank u wel. Dat was een grote bijdrage aan de video.